Dit is een bespreking van het eerste gedeelte van Carmen 76 van Catullus. Catullus zegt in dit stukje dat hij werkelijk alles gedaan heeft om uh, de relatie met lesbia goed te houden. En lesbia helemaal niets. Als, zie. Uh, Nasi betekent qua hetzelfde als aliqua, dus een of ander enig. Als dat qua, dat uh, staat in hyperbaton met voluptas als enig genoegen. Er is, als er enig genoegen is voor een mens. Uh, bij die uh, congrueren met homini staat het ppa recordanti. Zich herinnerend, daarbij leidend voorwerp, zich herinnerend weldaden. Eerdere weldaden. Dus als er voor een mens enig genoegen is. als hij zich eh, enige weldaden herinnert. als het leuk is om te bedenken dat je ooit voor iemand iets, iets goeds hebt gedaan. Zo, dat betekent het in normaal Nederlands. Wanneer die mens cogitat bedenkt. onderwerp van cogitat is dus die mens. Wanneer die mens bedenkt. daarvan afhankelijk een ACI, CS'en. dat hij is pium, plichtsgetrouw. En wanneer hij bedenkt dat hij niet heeft violassen, violassen is hetzelfde als viola vissen, dat hij niet heeft geschonden, heilige trouw. En als hij bedenkt dat hij niet in enig, dat in dat haal ik daar vandaan, in enig verdrag, ULO congrueert dus met Feuderen, en het, deze hele zin hangt nog steeds af van dat cogitat, wanneer die mens bedenkt. De derde ACI die staat hier. C moet je weer aanvullen dat hij heeft misbruikt. Bij ap Oezo moet je S aanvullen uh, van de deponents ap Utor misbruiken. Dat hij, uh, mi en uh, als hij bedenkt dat hij niet misbruikt heeft in enig verdrag, niet misbruikt heeft dat misbruiken heeft de ablatives, die staat daar. Dat hij niet gebruikt heeft de macht. Divum is hetzelfde als divorum hier, genitivus meervoud, dat hij de macht van de goden niet gebruikt heeft, ad valendos homines, om mensen te bedriegen. Dit is dus allemaal een bijzin met, uh, met si. Dus Catullus zegt: Als het zo is dat het leuk is om je te herinneren dat je ooit iets goeds hebt gedaan. En als je dan bedenkt dat je Pius bent geweest en dat jij nooit een heilige uh, trouw hebt geschonden. Dus jij hebt uh, jouw geliefde nooit voor de gek gehouden. En als je bedenkt dat je nooit een eed hebt gezworen. Zo moet je dit uh, uitleggen: dat je nooit een eed hebt gezworen bij de goden. Dat je trouw zult blijven en die eed nooit uh, gebroken hebt. Als dat allemaal het geval is. Dan zijn er Multa Gaudia. Multa Gaudia, nogal straf Hyperbaton. Vele vreugden. Dat is hier het onderwerp in de hoofdzin. Die blijven gereed liggend. Dan wachten jou vele vreugden. Aangesproken is Catullus. En dat jou, dat staat helemaal aan het eind. Dus als dat allemaal zo is, dan wachten jou, Catullus, multa gaudia, vele vreugden in een longa aetate, in een lang leven. Uh, en dat die vreugden die wachten jou, dan hou je een uh, bepaling over, ex amore, uit liefde, uit deze liefde, uit deze ondankbare liefde. Dus als het zo is dat jij katholisch altijd alles goed hebt gedaan en de goden belonen je daarvoor, dan uh, heb jij nog een lang en gelukkig leven. Waarom? Uh, want quae cumque, alle dingen die, alle dingen die, onderwerp hier is homines, mensen, alle dingen die mensen kunnen of zeggen of doen, vakere, die mensen voor iemand Kubi kwam beteest de dat die was van Quiz kwam, want alle dingen die mensen goed ofwel kunnen zeggen, kunnen staat daar, ofwel kunnen doen, die dingen, haik, die zijn door jou gezegd, dicta factaque gezegd en gedaan, dictaque factaque is een zogenaamd polisinde daar staat één keer te veel, te veel en voor onze begrippen. Omnia quae, alle dingen die, credita moet je zoend bijdenken, uh, want alle dingen die gekrediteerd zijn, die geïnvesteerd zijn in een ingrati menti, nog een keer zo'n straf hyperbaton, want alle dingen die door jou natuurlijk, Catullus, geïnvesteerd zijn aan een ondankbaar hart, in een ondankbaar hart, die per ierunt, die zijn verloren gegaan. En daarom, Catullus eindigt dit stukje met een retorische vraag. En, daar, en daarom, waarom zou je uh, folteren? Excrucius conjunctivus dubitativus heet dit, geeft twijfel aan. Waarom, uh, en daarom, uh, i, daarom, waarom zou je folteren? Zou je jezelf nog folteren? Nog is jam en Amplius is meer, waarom zou je jezelf dan nog meer folteren? Hou toch Catullus ook zelf op met deze ondankbare liefde.